Gisteren heel gek feest gehad bij Mafia, dat heb je allemaal gezien, maar dat is laat. Het was laat. Het was heel laat, ja. Maar Daan, jij gaat straks iets heel bijzonders doen. Ja, ik ga naar Ubisoft voor South Park The Fractured Butthole. Met de Nautilus Rift. Ja, ze hebben natuurlijk al langs de Nautilus Rift aangekomen. Dus dat krijgt dat ding op mijn neus. Ja, dat krijgt hij zeker. En hij heeft 2 jaar geleden, had hij met een katertje 3D, een 3D game gespeeld. Toen ging hij al bijna over zijn nek. Nou, of heb je een katertje? Nee, maar ik wil dood. Oké, snap ik. En gaat hij nu Nautilus Rift spelen. Dat wordt echt super vet. En hij gaat het vloggen, heeft hij bij deze beloofd. Dat sowieso. Dat gaat het doen. I don't want to do this. It's best of vies. We moeten dus in een kussen knijpen en hij gaat van links naar rechts, of ik, en hij van boven naar beneden. En oh shit, fuck. Dit ziet er volgens mij ook heel weird uit. Oh, ja. Hoe vet is deze controller? Die wil je toch hebben? Dit is toch de vetste controller op aarde? Wordt dat feest nu echt een ding? Shit! Dit is een soort hard to beat, maar dan return to dead seconds. Weet je, gaat hij doen? Helemaal mijn kamer. Oh, staat iemand te fappen? Wij gaan nu Star Trek Bridge Crew spelen. Iets wat ik al op E3 wilde, op E3 ging het helemaal mis. Maar ik ben de engineer dus vandaag en hiernaast zit de captain en de stuurman. En het wordt echt super spannend. We gaan met Oculus spelen en ik heb echt fucking veel zin. Kijk, daar starten ze het al op. En we zijn gewoon een bridge crew. Dit wil je gewoon als deze game... Maar goed, Star Trek is ook leuk. Is ook leuk. Dit lang en prosper. Prima. En we zijn dus bij Nintendo en we gaan straks Zelda spelen voor de... vierde keer en nog steeds veel zin in. Maar goed, hier staat hij, jongens. Check hem. Moet ik er eigenlijk een banaan naast leggen om te weten hoe groot hij is. Nou, dit is mijn hand. Dus als soort banaan functioneert hij nu. Dus zo groot is de nieuwe NES met 30 games die eind van het jaar uitkomt. Super vet, is nog wel een prototype. Maar ja, ik zal ongeveer wel zo eruit komen zien. Wat een schatje. Echt zo leuk. Goedie. Ja, zo zit je na Gamescom op een terrasje bij Maredo. Maredo is een steakhouse. Maredo was niet zo heel goed vandaag. Maredo viel ons een beetje tegen. Tom had bijvoorbeeld iets met vlees besteld. Maar die had geen vlees. Qua gastronomie kan ik nooit heel boos worden op de Duitsers. Want ze doen het perfect. Maar ongefucking kent. Dat kan echt niet. Vlees man, vlees. Gewoon vlees. Vlees bieten, ja. Dan vraag ze medium rare. En dan zeg ik, ja, dat is prima. Scheen dus over de paprika te gaan. Dat kan gebeuren. Echt teleurgesteld. En we hebben nu ook bezoekers hier. Tenminste, Roel is sowieso een bezoeker. Jo, Roel. Hallo. Hey. Hey. Zeg even hoe je heet op de site. DarkDemonNL. DarkDemonNL, dan kun je gelijk even een shout-outje doen. Hebben jullie ook een account op GamersNet? Ik heb hier de naam niet. Nee. Je hebt geen account bij GamersNet? Nee. Outrageous! Maakt niet uit. Gezellig, biertje. Keulen staat gelijk aan. Braadworst, schnitzel en bier. We zitten hier met de hele meute. Nog steeds Limboland, Heuland. En echt met een super grote groep. En 1,5 liter bier. Yeah, cheers! Ga ik niet.